Mijn naam is William Lord, nog niet meteen een echte, hele Friese naam. Ik ben geboren en getogen in Canada. Mijn vader was een van die bevrijders van Leeuwarden. De bedoeling van vandaag is dat we een wandeling maken door Leeuwarden aan de hand van zaken die zich in de oorlog in Leeuwarden hebben afgespeeld. Het is vandaag 4 mei 2020, dat betekent dat morgen 5 mei, het exact 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd door de ondertekening in Hotel de Wereld in Wageningen door de Duitsers en de geallieerden. Dat zou normaal gesproken groots gevierd worden morgen uiteraard, 75 jaar, het is niet niks. Alleen gezien het feit van de coronavirus wordt dat sober gehouden. Maar uiteindelijk, het is vandaag geen 5 mei, het is 4 mei. En 4 mei is normaal de dag waarop wij gedenken, herdenken alle gevallen in Nederland. Het is natuurlijk ook een mooi moment om eens aan de hand van een wandeling te ervaren wat Leeuwarders, zo'n 55.000 à 60.000 Leeuwarders, hebben kunnen meemaken en kunnen proeven van wat er in Leeuwarden in de oorlog is gebeurd. Het gekke is, als je dan bezig bent met zo'n wandeling, met de voorbereiding, dat je denkt, ja, waar moet ik nu langs? Wat is nou een geschikte route? Waar zijn punten die herkenbaar zijn? En dan kom je erachter dat bijna elke straat dat wel heeft. Neem alleen zo'n straat, de Grote Kerkstraat. Als je daar doorheen loopt, dan eindig je in de Jodenbuurt. Nou, dat is een verhaal op zich, daar kan een hele virtuele wandeling op zich wel aan gewijd worden. Maar je passeert ook een aantal punten die duidelijk betrekking hebben op die oorlog. Dat begint al hier in het begin, de luchtbeschermingsdienst die daar zat. Daar kom ik straks bij de Oldehoven wel op terug. Dan passeer je de voormalige Noorderkerk, het bolwerk van de vrijgemaakte gereformeerden. Dat had in de oorlog een functie. Daar werden de onderduikers, de mensen die ondergedoken moesten worden, die werden daar besproken door de LO, de landelijke, moet even kijken, landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Dat was een griebus in Friesland. Men heeft dat gecoördineerd in 1944, 43. En daar kwam de club op vrijdag bij elkaar om te bespreken waar onderduikers heen moesten. Dat gebeurde speciaal op vrijdag, omdat het dan druk was in de stad. Zodat het niet opviel dat veel mensen daar naar binnen gingen. Daartegenover hadden de binnenlandse strijdkrachten. Hadden de binnenlandse strijdkrachten hadden daar een opslag voor wapens. Dat was in de voormalige Hofwijk, het rusthuis. Daaronder liggen enorme kelders. Die dateren nog uit de tijd dat daar een stins stond, de Holdinga-stins. En die kelders waren uitermate geschikt als opslagplaats voor wapens. Verder in de Grote Kerkstraat had je dan nog de FABU, het falsificatiebureau. Kortom, heel veel punten die herkennen en verwijzen naar die oorlog. Als je op het hoogste punt van die terp naar beneden zou lopen, dan kom je uit bij het Natuurmuseum. En het Natuurmuseum was tot 1953 het stadsweeshuis. En dat hebben de Duitsers onmiddellijk in beslag genomen en gaan gebruiken als lazaret, noem maar militair hospitaal. Als je dan weer links uitbuigt naar de Groene Weg waar we nu heen lopen, dan kom je ook verschillende zaken tegen die betrekking hebben nog steeds of hadden op die Tweede Wereldoorlog. Dit was een buurt, dat kun je nou niet voorstellen. Dat was de Boterhoek, Sint-Jobsleen. Een griebus aan woningjes. Dit was een wat achtergestelde buurt. Hier was erg veel prostitutie. Dit was ook de buurt waar Duitse militairen niet mochten komen. Vanwege de vele prostitutie en vanwege de slechte naam van deze wijk. Gaan we even een stukje hier rechts afsteken. Dus wat Josse zei, van is die in eerst al je hoes? Ja, dit was een compleet, dit was een heel smal weggetje. Dit waren allemaal woningen. De Boterhoek, Sint-Jobsleen, maar ook allemaal steegjes en gloppen. Oranjeklooster onder andere. Maar de Prins Tuin, die daar gewoon toch? Ja, maar de Prins Tuin, dit lag tegen de Prins Tuin aan. Daar had je een Joods kerkhof, waar nu het Tresor staat. En daar
achter die school, we lopen er zo verleden heen, had je ook nog een Joods kerkhof. En dit was een hele smalle weg. En dat is na de oorlog, is dat allemaal weggebroken en is dit ervoor in de plaats gekomen. Dat was de eerste nieuwbouw. Het Tresor, toen nog provinciaal archief. We steken hier even over. Normaal gesproken moeten we hier uitkijken, maar het is zo stil. We kunnen gewoon doorlopen. Ja, beginnen we even bij dat gebouw. Dat werd op een gegeven moment door de Duitsers gebruikt als school. De zogenaamde Deutsche Volksschule. Het was een initiatief van Werner Roche, de beauftraagde hier in Leeuwarden. En vond dat kinderen met minimaal één Duitse ouder of twee Duitse grootouders hier naar de Volksschule moesten. Om daar goed onderwijs te krijgen. Hij nam deze school, liet hem verbouwen. Maar na een paar maanden begon hij al enorm te klagen. Over de bouwvalligheid van dat gebouw. Leerlingen zakten spontaan door de vloer. Het was ingericht, gestoffeerd door de firma Zweigman. Daarna ging hij nog meer klagen, want hij vond dat die kinderen van die school niet via deze straat, met al die prostitutie, al die armoede, naar school konden gaan. Dus hij heeft toestemming gevraagd om op het eind de ingang van de Prins Tuin te mogen gebruiken voor die kinderen. En dan zonder begeleiding. Want kijk, voor de oorlog en ook nog na de oorlog, ik heb die tijd zelf ook nog meegemaakt, dan mocht je dit soort parken niet in zonder begeleiding. Dus die toestemming kreeg hij. Dus die kinderen gingen allemaal via de ingang van de Prins Tuin naar deze school. Ja. Verderop, bij de ingang, had je school 4, later de perkschool, de Mulo. En daar heeft zich ook nog een drama afgespeeld. En dan moet je denken aan een meneer Petrus Woutsma. Petrus Woutsma was bij een razzia gearresteerd, achter Dokkum. En wat vond men bij hem? Een briefje met leden van de SD die betrokken waren bij die politieke moord op die Dokkumers. Dat had hij bij zich. Daar is hij over verhoord, op een vreselijke manier, door de SD. Hier in het Bermaniahuis, onder andere door de rexist, de Gent. Toen is hij hier meegenomen in de auto, moest hij daar uitstappen bij de ingang van, van de Prinsentuin. En lopend naar het water, naar de gracht. Daar is hij door de Gent doodgeschoten. Er waren een aantal getuigen die dat gezien hebben. En evengoed komt dan in de rapport te staan dat hij op de vlucht is doodgeschoten. Dat speelde zich helemaal af bij de ingang van de Prinsentuin. En daar lopen we ook naartoe, toch? Nee. Oh. Nee, dan. Ja, wat mij betreft mag het, maar er valt niet veel meer te zien, denk ik. Dit is ook een bijzonder gebouw. Dit is het historisch centrum Leeuwarden tegenwoordig. Hier haal je alle informatie weg die je wilt weten over Leeuwarden. Dit was in de oorlog, op het eind van de oorlog, van maart 45 tot juni 45, een soort hospitaal. Friesland werd overspoeld en ook Leeuwarden met enorme grote aantallen vluchtelingen. Moet je je voorstellen, met name uit het oosten van land, een plaats als Tiel werd gewoon bevolen om alles wat in Tiel woonde moest vertrekken vanwege de Duitse schaven die opdracht, want Tiel lag in het schootsveld van Arnhem. Dus al die vluchtelingen uit heel Nederland kwamen ongelooflijk veel naar Friesland. Leeuwarden had op een gegeven moment 8500. Er was een speciaal bureau en een speciale commissie die vluchtelingen inschreef, ontluisde en medisch keurde. Maar er wienen hier dus 8400 vluchtelingen. Ja. Waar zitten die vluchtelingen over, dan? Overal, maar die werden op een gegeven moment ook vanuit Leeuwarden heel Friesland doorgeplaatst, hoor. Ja, maar in de beurs, waar maaltijden werden verstrekt. Maar waar nu ook weer vluchtelingen zouden, toch, in het Zuiderzee? Ja, ja, ja. Nou, dit was de beurs. Dit was ja, de beurs. Oh, ja, de beurs. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dit werd een van de hospitaals. Want er zat natuurlijk nogal wat zieken onder die vluchtelingen. Men had een aantal locaties waar men zieken op kon vangen. Onder andere de Schipperschool in de Eestraat, Sint-Elisabeth-Stichting, daar op het eind van de Grote Kerkstraat. Maar ook het toen nog, wat we toen nog de Imbecielenschool noemden, later de BLO, bijzonder lager onderwijs. Die werd gebruikt
om zieke vluchtelingen onder te brengen. Hier hadden ze in wezen 126 vluchtelingen ondergebracht. 12 of 6 zijn er overleden, maar per saldo gingen er meer uit, want er werden 12 kinderen geboren. Dat heeft men een aantal maanden gebruikt als hospitaal. Ja. Nee, dan lopen we nu die kant uit. Ja. Ja. En die zegt, zet hem op, opa. Dat is mijn schoondochter. Ja, nou, dat doet ze na van zijn kleindochter. Ja, nou, dat zal wel, want ik heb hem uitgezet, want ik wil niet lastig gevallen worden door de telefoon. Nee, dat Joodse kerkhof waar ik het over had, dat is, ja, je ziet daar een muur. Daarachter is een bunker, na de oorlog daar neergezet op de plaats waar dat Joodse kerkhof stond. En dat Joodse kerkhof, kijk, dat werd al niet meer gebruikt sinds 1833. Toen werd het verboden om in steden te begraven. Of officieel 1827, maar Leeuwarden hield het vol tot 1833. Maar die Joden, die konden niet verplaatst worden vanuit hun geloof. Het Oldhoofdse kerkhof zelf, al die oud-Leeuwarden zijn met karren vrachten vol naar de algemene begraafplaats gebracht. Deze bleven liggen. Na de oorlog zijn ze uiteindelijk onder rabbinaal toezicht alsnog geruimd, maar in de oorlog is al het houtwerk wat daar aanwezig was door Leeuwarders gesloopt en in de kachel gestopt. Dit Joodse kerkhof werd doorsneden door loopgraven, aangelegd door de Duitsers. Waar nu het resort staat, was ook een Joodse kerkhof. Kortom, als je hier even een slagje maakt, dan zie je hoeveel plaatsen betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Ook zo'n straat als de Torenstraat was verboden gebied voor die Duitsers. Die toen daar zich de afschuwelijke dingen naar speelden. Alleen daar kwam je in dit gebied terecht. Dus zij mochten die straat niet eens door. Die term luchtbeschermingsdienst in de Grote Kerkstraat, die is ook al gevallen. De luchtbeschermingsdienst plaatste in begin 1941 een advertentie en vroeg vrijwilligers om die uitkijkpost bovenop de Oldehoven te bemannen. Men had bedacht dat ze er maximaal 2 uren konden staan. Dan moesten ze weer afgelost worden. Dus in totaal hadden ze berekend, moesten er 84 vrijwilligers komen. Nou, dat was geen enkel punt, want binnen de kostmogelijke keer hadden ze 84 vrijwilligers. Dat duurde tot augustus 1941, want toen hebben de Duitsers die uitkijkpost overgenomen, met name met het zicht richting de Fliegerhorst, het militaire vliegveld. Er zijn een aantal fantastische beelden van. Dit is een bombardement op het vliegveld. Ik weet niet, heb je last van de zon, maar dan keer ik me om. Een bombardement op het vliegveld. Hier heb je een foto die is gemaakt door de heer Van Kammen, fotograaf in de Jacobstraat vanaf zijn huis. En dan zie je dat bombardement op dat vliegveld. Dat vliegveld is gebombardeerd in februari 1944. Al die gaten, die inslaggaten en de vernieling van die barakken moesten weer hersteld worden. Daar zijn Leeuwarders voor ingezet. Zo'n slavenarbeid bijna. En hebben dat weer hersteld. Maar dan gebeurt het in september 1944 nog een keer. Ja, en dan is het zo verwoest. Daarna is de Fliegerhorst niet meer gebruikt. Ja. Dit was op 24 februari 1944. Dan zie je dus ook vanaf het vliegveld al die rookpluimen over die Oldehoven heen gaan. Want je bent een zoon van een Canadees, ja. Bevrijder. Ja. Wat deed je heid dan in de oorlog? Nou kijk, de Canadese leger, dat waren vrijwilligers. Dus mijn vader, net als heel veel van die militairen, gingen voor het avontuur en voor het geld. Zij landden niet in Normandië, dat was te gevaarlijk, bleek later. Italië had niks meer in Noord-Afrika in te brengen, was daar eigenlijk verslagen, want Ethiopië en dat soort landen waren Italiaans bezit. Men kon dus veiliger via de Middellandse Zee naar Europa. Men landde dus in Italië en
Italianen waren eigenlijk al verslagen, maar de Duitsers hadden Italië de laatste maanden weer ingenomen. En dat werden man tegen man gevechten als het ware. Vreselijke gevechten hebben er plaatsgevonden tussen de geallieerden en de Duitsers. Een stad als Amalfi bijvoorbeeld, ja, dat was een complete man tegen man gevechten waren dat. En later, de meeste leeuwarders kennen dat orkest nog wel, de Amalfi's. Dat orkest was in de oorlog opgericht, maar niet onder die naam. In 1947, toen met name de broeders Verbeke eruit stapten, werd het omgedoopt tot Amalfi's. Het Amalfi-orkest. Maar dat is... Joheid kwam dan via Italië? Via Italië. Ja, en toen zijn ze uiteindelijk via teruggegaan met het schip. En via Duitsland, het is niet helemaal bekend, hij was verbindingsman. Zij maakten verbinding tussen de andere troepen, of tussen de troepen onderling. Ja. Ja, maar is jouw huid dan in Ljouwt bedarren? Ben je geboren? Of? Nee. Ja, dan krijg je dat beroemde verhaal van Trace en de Canadees natuurlijk. Trace en de Canadees? Ja, dat is zo'n liedje. Wat na de oorlog gezongen werd. Waarbij veel vrouwen natuurlijk verliefd werden op zo'n Canadees. Mijn moeder ook, en mijn vader was trouwens ook smoor verliefd op mijn moeder. Zij zijn uiteindelijk naar Canada gegaan. Of zijn hier in Nederland getrouwd in 1946, mei 1946. Ze zijn afzonderlijk uiteraard naar Canada gegaan. Een scheepslading vol met vrouwen. Er zijn prachtige foto's van die richting Canada gaan, een aantal als zwanger. Ik ben in december 1947 daaraan geboren, maar dat huwelijk ging net als heel veel van die huwelijken mis. En ik ben met mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje teruggekomen. En uiteindelijk, maar dan kom ik onderweg nog alleen om terug, beland in het Oldenburger Weeshuis. Ja. Ja. Maar dat, ja. Dat is... Even een beetje van jouw achtergrond even ja. Pakken. Ja. Dat is net best. Ja. Kijk, wat hier ook verandert, één ding is hier nooit veranderd, dat is die Oldehove. Het symbool van de stad Leeuwarden, dat staat er al 500 jaar bijna. En de rest is allemaal anders. Die Prinsentuin waar we nu langs lopen, is in de oorlog ook veel gebruikt door de Duitsers. Hier, die hebben hier heel veel concerten georganiseerd. Duizenden mensen vaak aanwezig. Ja. Daar waar nu het paviljoen staat. Ja, die Canadezen die zaten in wezen na de bevrijding op verschillende locaties in Leeuwarden. Onder andere hier, wat nu de Groene Wijze nog heet, de Granite Club werd dat. Maar ze zaten bijvoorbeeld ook, waar nu het Odd Fellow Huis is op de Emmerkade, ze hadden verschillende locaties waar ze in hun vrije tijd bijeenkwamen. Want hoe lang hadden Canadezen je westtassen? Ja, de bevrijding. Nou, een behoorlijke tijd, want ja, zij, zeker mijn vader, van mijn vader weet ik, dat ze ook nog na de oorlog, na de bevrijding van Leeuwarden, naar Duitsland zijn gestuurd om concentratiekampen te bevrijden. En ik heb een brief, die richt hij dan aan mijn moeder, dat hij daar een bloedhekel aan heeft om weer naar Duitsland te gaan. Maar goed, hij moest wel natuurlijk als militair. Dus het heeft nog een hele tijd geduurd voordat ze, want in mei 46, ben je toch een jaar verder, dan trouwen ze pas hier in Leeuwarden. Dus ik denk dat hij hier nog zo'n 14, 15 maanden in Leeuwarden is geweest. Ja. En je zei dat je een vrijwilliger in? Nou, dat waren vrijwilligers, hè? Dat waren avonturiers. Maar dat kan je nou haast net voorstellen, dat je vrijwilliger naar een oorlog daar ging. Ja. Kijk, het waren echt avonturiers en werd goed verdiend natuurlijk. Ik heb dat betaalboekje van hen. En dan zie je ook dat in Italië bijvoorbeeld, wat gevaarlijk was, zijn beloning heel hard omhoog gaat. Maar dat wordt ook bijna per dag opgenomen. Ja, de andere dag haal je misschien niet. Ja. Loop even die Prinsentuin in. Loop even naar dat beeldje van de koeriers wat hier staat. En daar heb je dan die groene weide hier tegenover, straks wat beter zichtbaar, staat nog wel op het dak. Dat was die Granite Club, de granietclub, waar die Canadezen zaten.
Een van de vier kroningsbomen in Leeuwarden. Dit is de Beatrixboom. Kijk, we komen nu bij dat beeldje van Tineke Bot. Als kunstenaar. En dit is een eerbetoon aan al die koeriensters die in de oorlog boodschappen doorbrachten. Aan met name verzetmensen die moesten onderduiken, maar ook andere zaken regelen. Vaak een aantal vermomd als vroedvrouw. Dat is een bijzonder beeldje. Ja, het woord koerierster, het wordt door iedereen de koerierster genoemd. Maar waarschijnlijk, en dat staat er ook, is het benoemd als fietsend meisje in de laatste oorlogswinter. Dus een meisje die naar buiten de stad ging om voedsel te halen voor de familie. Goed, het wordt door iedereen, vrijwel iedereen, de koerierster genoemd. Verderop in de Oldehoven, in de Prinsentuin, staat het verzetsmuseum. Verzetsmonument van Auke Hettema. 4 mei 1955 in gebruik genomen. Daarvoor vond de herdenking van die gevallenen altijd plaats op het bordes van de burg, van het gerechtsgebouw. Maar hier, ik weet niet of je had een behoorlijk stukje lopen. Ja, laten we het toch maar even doen. Mooi waar. Ja, ongelooflijk hè. Ja. Die Pandertempel. Kijk, hier heeft in de oorlog hebben hier nog twee elfstedentochten plaatsgevonden. 1941 en 1942. De finish van die elfstedentocht was dus hier. En de winnaar ging na afloop richting Groeneweide om gehuld te worden. Ook hier hebben nog een aantal Joden aan meegedaan. Alleen nooit onder hun eigen naam, want het was Joden verboden om mee te doen. Zij deden mee onder een schuilnaam of illegaal. Maar twee elfstedentochten achter elkaar nog in de oorlog. 41 en 42. Okay, hoe koud dat dan weer? Hè? Ja, het waren vreselijk koude winters in de oorlog. Kijk, daar kun je nog, de bomen staan in bloei, maar daar boven op het dak staat nog altijd groene weide. En die groene weide is in de oorlog nog altijd gebruikt geweest. De Groene Weide was een soort filmzaal, een soort schouwburg. Duitsers hebben daar veel optredens gehad, maar ook Nederlanders. Met name een hele bekende Leeuwarder, Geert van Keulen. Onder zijn artiestennaam, moet ik even kijken dat ik hem helemaal goed uitspreek. Hij was telepaat en noemde zichzelf Kara El Hamad. En die heeft daar in de oorlog wel 50 keer opgetreden. Hij was monteur bij de CCF. Condensfabriek heette dat toen nog. Maar dat het enige wat Duitsers tijdens de oorlog hebben gedaan is dat dansen verboden werd. Er mocht niet meer gedanst worden in de Groene Weide. Mocht je de oorlog net doen, zie? Nee. Nee, die Duitsers verboden een hele hoop van dat soort zaken. Dat ze het leuk vinden dat het zo'n persoonlijk verhaal is. En normaal heb je natuurlijk de geschiedenis die doorverteld wordt, maar ja. Het voelt veel dichterbij. Heel dichterbij, ja. Zo ervaren mensen dat ook. Ja. Ja. Ja, misschien kun je nog iets meer vertellen, want ik ben zelf ook nieuwsgierig. Van, joh, ben daar in Canada, ben je misschien een paar hier west. En toen ben je weer omgang naar Nederland. Maar wat is er met jouw heid hier? Ik moet in Canada blijven dan? Ja, laat ik het zo zeggen. Er waren signalen binnengekomen dat het niet goed ging met ons. Mijn oom, een soort halfbroer van mijn moeder, Minne Boelens van Hotel de Pauw, ging een Friese dichteres heen, dacht ik. En die gaf hij opdracht om eens Pools hoogte te nemen bij ons, hoe dat ging. Dat moet een vernietigend rapport geweest zijn. Mijn vader was altijd op reis, dat was in Canada nog helemaal zo. En je had natuurlijk een avonturier. Avonturier, ja.
Dus dat, hij liet ons daar weghalen met behulp van het Rode Kruis. Hals over de kop. Dus mijn vader heeft dat pas ontdekt nadat wij al weg waren. En die heeft ons op de boot gezet. Alleen er waren natuurlijk wat haken en ogen zaten eraan. Want mijn moeder, in die tijd, als je terugkwam als getrouwd met een buitenlander, dan was je statenloos. Dus in wezen werd zij geweigerd. Wij niet. Maar goed, dat is natuurlijk flauwkul. Ik was 3, 3,5. En mijn broer en zus waren nog jonger. Hij had dus geregeld dat onder betaling van een borgtocht wij, of mijn moeder hier kon. Maar dat betekende wel dat zij onmiddellijk werk moest hebben. Dus mijn oom had dat ook geregeld. En mijn oom had ook geregeld, althans dat denk ik, dat wij in het Oldburgerweeshuis opgenomen werden. Het Oldburgerwees is wat anders dan een stadsweeshuis. Oldburgerweeshuis zat op een Nieuwstad en daar belanden wij. Want ja, mijn moeder trok bij mijn grootmoeder in een klein huisje. Dus dat was onmogelijk om ons daar op te voeden. En ik heb daar echt een fantastische tijd gehad. Dat is bijna onbegrijpelijk. Mensen snappen er niks van. Want als je in een weeshuis opgegroeid bent, dan is dat allemaal zielig. Maar dat gold niet voor het Oldburgerweeshuis. Nee. En hoe... Ja, dan ben ik op mijn eigen van hoe is dan de relatie met jou? Hij dan eigenlijk? Die is er totaal niet. Die is er totaal niet. Ik heb er ook geen interesse in. Ik had hier een nieuwe vader en moeder in het Oldburgerweeshuis. En die beschouwde ik ook als vader en moeder. En de relatie met mijn moeder, ja, het is dat we de zondagsmiddags verplicht heen moesten vanuit het weeshuis. Meestal zei ik alleen maar dagen ging naar het voetbal. Dus die relatie was ook niet zo denderend hoor. Later dan wordt het natuurlijk beter. Maar hoe zorg je dan, zeg maar, je bent binnen als een, hoe zorg je daar zelf in doen? Wie dat goed of wie dat... Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Dat realiseer ik me pas sinds ik die contacten heb gekregen met die familie in Canada, die mij al die informatie en dossiers stuurde over mijn vader en zijn begraafplaats ontdekte en mij daar een foto van stuurde. Toen ben ik daar 2 jaar terug met mijn eigen kinderen, mijn eigen 2 jongens, heen gegaan. En bij hun geweest. En nou ja, daar nog meer informatie proberen te krijgen. En de bedoeling was dat ik er weer heen zou. Maar ja, goed, gezien de corona zal het voorlopig nog wel even duren. Want ik wil ook nog naar de plaats waar ik zelf geboren ben, Lakla Beach. En ook de plaats waar mijn vader dan opgegroeid is. Zo'n 100 kilometer daar weer vandaan. Boven Edmonton. Ja. Dus het gekke is. Ik heb mijn moeder ook nooit iets gevraagd. En ja, die is een paar jaar terug overleden. En ja, dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor heel veel mensen. Die dan als het ware spijt krijgen dat ze nooit iets gevraagd hebben. En dat geldt voor mij ook natuurlijk. Maar nou ben ik wel geïnteresseerd in waar mijn roots precies liggen en wie was mijn vader dan. Want uit brieven die wij vinden, als mijn moeder is overleden, dan blijkt dat hij wel heeft geprobeerd om contact weer te krijgen met ons. En terwijl mijn moeder altijd zei dat dat niet zo was. Dus we zijn ook wat... voor de gek gehouden, ja. Dit was het park waarvan ik in het begin ook zei dat het alleen toegankelijk was voor kinderen onder begeleiding. En ik weet dat mijn moeder was blijkbaar gek van het Rengerspark. Want vooral toen ik klein was dan, was je daar zondagsmiddags. En ik ben heel veel foto's tegengekomen waarin we op de foto gezet zijn in het Rengerspark. Ik denk, ja, die moet behoorlijk gek geweest zijn van het Rengerspark. Ja. En daar zit nog een, daadwerkelijk nog een Joodse begraafplak bij, in het Rengerspark. Ja, ja, die Joden die mochten dus ook niet meer in de steden begraven. Die kregen als onderdeel van de algemene begraafplaats een eigen begraafplaats. Dus vanaf dat moment werd hier ook niet meer begraven. En daar waar die bunker staat. En na de oorlog zijn die onder rabbinaal toezicht dan wel verwijderd. Ja, Joden die daar waren. En naar de algemene begraafplaats gebracht. Het is tegenwoordig gescheiden van de algemene begraafplaats. Je moet nu een sleutel regelen, wil je daar heen. Maar dat heeft een andere reden natuurlijk. Ja. Kijk, hier is het monument van Auke Hettema. Daarboven. Zou het vanavond normaal gesproken hartstikke druk zijn. En dat blijft vanavond ook stil hier, denk ik.
Dat is de kleuterschool. Dat is die school waar ik het over had. De Duitse Volksschule. Dat werd later mijn kleuterschool. De Leister. Daar heb ik het eerste onderwijs genoten. Nou, niet helemaal het eerste, want wij kwamen aan in maart. Nou, dan loopt het schooljaar ten einde. Toen heeft men mij geplaatst bij juffrouw Bender, een particulier schooltje in de Begijnenstraat, waar ik dan wat Nederlands kon leren. En pas na de vakantie, dus in augustus, september, ben ik naar deze school gegaan. Hoe oud was je toen je kwam? 3,5 denk ik. Ja, je sprutsen al wat een... Ja, niet al te veel denk ik, ik weet het niet meer. Ik kan helemaal niks herinneren. Ik weet wel van mijn grootmoeder, uit de overlevering, dat mijn eerste woorden Nederlands waren, I go fut, op zo'n Leeuwardens. I go fut? Ja, fut, weg. Ja. Maar er wordt wel een krans gelegd, denk ik. Ja. Ja. Dit was ook een van de zaken die wij vanuit het weeshuis verplicht moesten bijwonen elk jaar. Defilé hier langs het monument. Het staat hier sinds 1955. Ik zei al dat daarvoor de herdenking plaatsvond bij de bordes van het gerechtsgebouw. Ja, bijzonder. Dus men heeft blijkbaar toch vanavond een kleine bijeenkomst. Om 8 uur. Nou, dan moeten we weer terug. Ja, ja, we kunnen wel een andere richting nemen. Ja. 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 Voor boeken net verslijn. Net verslijn, ja. Kloek verzet. Schraagt. Ontstelde volk. Viel je ook extra verwant met de Canadezen die je dan voor beginnen konden naar de bevrijding? Of? Nee. Nou, ja, sinds de laatste jaren wel, omdat je gevraagd wordt om daar ook bij aanwezig te zijn. Enkel momenten, niet veel trouwens. En de laatste keer hier in het HCL heb ik een paar van deze mensen nog gesproken. Maar die komen meestal uit de buurt van Toronto. Het regiment waar mijn vader onderdeel was, die komen bijna allemaal uit Edmonton, Calgary, die hoek. He, daar liggen ze ook begraven. Het gekke is, mijn vader als vrijbuiter, ik had nooit verwacht dat ik zo'n graf zou hebben. Op die foto liggen er ook bloemen bij. Dus toen ik daar vorig jaar heen ging, kwam ik erachter dat militairen in Amerika en in Canada, hoe kort ze ook militair geweest zijn, mijn vader alleen maar militair geweest, in die Tweede Wereldoorlog, zij als veteraan beschouwd worden. Dus met militaire eer begraven worden en het graf ook nog wordt onderhouden. Vandaar dat hij zo'n mooi grafsteen heeft. Waar zijn functie op staat. Ja. Ja, dit is die bunker waar die Joodse begraafplaats stond. Die de Leeuwarders al het hout hebben gesloopt. Ja, dat wil nog muziek maken. Ik ga nog muziek maken. Ja, hè? Ja. Ja, maar een goede functie heeft hij gekregen. Ja. Hier is het voormalige diakonessenhuis. Aan de overkant. Ja, dit was de plaats waar die Duitsers al die concerten gaven. Daar achter die bult voor het paviljoen. Nou, loop hier maar even omheen. Ik krijg een hoop berichtjes binnen. Het is, nee, ja, het is een stuk. Heel veel berichtjes. Die trilling. Ja. Nou, er niet voor. Ik ben wel benijd voor bericht wat je op. Nou ja, in ieder geval die van Melissa hoor ik. Ja. Nee, nee, nee. Facebook. Ron Postma heeft je genoemd. Wat mensen ging al vragen haar natuurlijk, dan kan je dat gewoon stellen, hè? Ja, dat is een oproep aan mensen die vragen hebben. Die mogen nu bellen. En ik, ja, een bericht op Facebook. Een berichtje op Facebook en ik ga ze allemaal beantwoorden. Hier komt weer een binnen. Henk de Vries, de auteur van het boek van mij. Ja,
Henk de Vries. Ja. Nou, die zet hier ook al een berichtje neer. William Lord, Old Burger Wees nummer 3. Ja, nummer 3, ik had nummer 3. Ja, in al mijn kleren en al mijn textiel of nog lagers waren deken stond nummer 3 geborduurd. Ja. Je hoeft niet gewoon een nummer. Ja, wij waren een nummer net dus, bij de Belastingdienst. Toch, zei ze Johan heel fijn. Ja, nee, maar dat nummer, ja, dat nummer had te maken uit. Ga je op een of andere manier toch wat. Ja, maar dat nummer had puur en alleen te maken, daar merk ik nog verder niks van. Dat jouw kleding en ondergoed en lagers en handdoeken. Herkenbaar waren als dat ze van jou waren. Ja, we kregen een naam broeken, toch? Ja, maar dat is zo'n lange naam. William. Nee, dit was veel korter. 3. Nummer 3. Ik heb er ook geen enkele moeite mee. Ik heb ook nooit gerealiseerd trouwens. Nee. Op een manier ga je altijd een schrikbeeld van een weeshuis. Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar dat heeft meer te maken met het vroegere stadsweeshuis, waar al die pure armoede was natuurlijk. Burgerweeshuizen waren in principe van oudsher bestemd voor weeskinderen, kinderen van burgers. En ja, daar werd ook voor betaald. Ik weet niet of mijn oom geld heeft, maar in ieder geval de kinderbijslag, alles werd afgestaan aan het Oldburgerwezen. Maar Oldburgerwezen had ook heel veel boerderijen, ik dacht 14 op dat moment. Dus armoede was er niet. En ik denk dat ze misschien wel berekend waren op 100 kinderen en wij zaten er op een gegeven moment nog met 14, dacht ik. 14 kinderen en 7 personeelsleden, nou, wie kan dat zeggen? Ja, ik denk misschien dat ik wel geassocieerd een weeshuis natuurlijk. Nou ja, eigenheid en men, dat is voor leefde natuurlijk. En ja, dat je misschien, ja, bij zijn weeshuis dus wat minder belutsen bij je op. Ja, maar dat was in mijn geval niet aan de orde, want ik was nog maar 3 toen ik erin kwam. Dus ik heb nooit anders gehad dan een. Dat waren mijn vader en moeder. Dus dat geldt niet voor kinderen die er op latere leeftijd in kwamen hoor. Ik kan me voorstellen, een meisje had ook veel meer taken dan jongens. Wij hadden niet zoveel taken. Ja, die moesten naar de naaikamer, die moesten stoppen, weet ik hoe dat allemaal heet in die tijd. Dat hadden wij dus niet. Wij hadden heel veel vrijheid, wij speelden buiten, we voetbalden op het Wilhelminaplein, wat wij Zeiland noemden. Ik heb nog vragen binnengekregen. Iemand vraagt al, even kijken hoor. Waar was het hoofdkwartier van de Duitsers en zijn daar ook aanvallen op geweest? Nou, daar komen we straks langs. Die zaten in het Oldburger Weeshuis. Onder andere later, aan het eind van de oorlog, zijn ze verhuisd naar het Bermaniahuis. Maar dan komen we nog langs en dan ga ik het hele verhaal wel over vertellen. Maar, daar zaten, maar ze zaten natuurlijk op verschillende plaatsen. Maar de SD, hè, onder leiding van Thomas Ros, die zaten in het Oldburger Weeshuis op het Zeiland. Dat aan het eind in de brand is gestoken. Ja, leuke vraag. We gaan nog hinnen. We moeten terug naar de Vrouwenpoortbrug. Ja. Kijk, de schoolkeuze die was na de oorlog natuurlijk heel beperkt. De gemeente bepaalde naar welke school je moest, afhankelijk van waar je woonde. Dus het weeshuis koos voor de openbare school. Dat betekent dat ik dus naar de school 12 ging. Latere Sint-Antonieschool. Als basisschool. En naar de Perkschool, hier school 4, waar die moord op die Nederlander plaatsvond door de Gent. Dat was de Mulo. Daar gingen alle kinderen uit de binnenstad heen naar die Mulo bijvoorbeeld. En de kinderen vanuit de richting Steens, Hallem, Heijem gingen naar die school. En er stond een Mulo-school na de Wisselswingen, die was voor de rest van de Leeuwarders. En zo kwam je dan uiteraard op die scholen terecht. Alleen mensen die kozen voor bijzonder onderwijs, ja, die waren wel vrij. Katholiek onderwijs, christelijk onderwijs. En dat betekende ook dat waar ik op school zat, het weeshuis, dat niet zo'n geschikte school meer vond voor de kinderen van het weeshuis. En op dat moment, alle kinderen die beneden klas 4 zaten, moesten naar de Hofschool. Die er met de rug tegenaan stond, de middenstandsschool, de school voor de kekkers werd dat genoemd. Door onder andere mijn broer. En die heeft daar natuurlijk trauma's aan overgehouden, want die moest plotseling met mijn zuster naar de Hofschool. En ik had het geluk dat ik in groep klas 5 zat en ik mocht dus die school, de Sint-Antonisschool, afmaken. Maar dat was natuurlijk altijd een strijd tussen de. Dat een beetje kloppen, hè? Ja, altijd anders. Altijd.
Andries Veldman. Ja. Nee, die moest naar die hofschool. Dat was echt de middenstandsschool en de school voor de artsen, kinderen van artsen en chirurgen. Ja. Van hieruit hebben wij direct zicht op die Vossenparkwijk. Ja. Daar gaan we niet in, maar vanaf dat punt, zo'n beetje bij de Vrouwpotsbrug, is dat park goed zichtbaar. Vossenparkwijk. Vossenpark. Ja, nou, het is officieel de Westerpark natuurlijk. Vossenpark heeft een heel andere achtergrond. Het werd Vossenpark genoemd door de aanwezigheid van meneer Vosman, eigenaar van die molen die daar stond. En toen heeft de jeugd dat het Vossenpark genoemd. Het had niks met vossen te maken, het had te maken met meneer Vosman. Ja. Shared space noemen ze dat. Ja, dat Vossenpark heeft nog een hele dramatische rol gespeeld in de oorlog. Want dat park was verboden voor Joden. En op een gegeven moment wordt een bordje verboden voor Joden. Ik zal even de foto erbij pakken, want dat is wel indrukwekkend. Dit was dat bordje verboden voor Joden verboden. Dat wordt daar weggehaald en de Duitsers zijn daar niet blij mee. Die nemen onmiddellijk represaille en arresteren 10 Joden. Dus ze willen lulken omdat er een bordje voor halen we. Verboden voor Joden. Oh. 10 Joden worden gearresteerd. 1 Jood wordt vrij snel daarna vrijgelaten. Dat is meneer Katz, eigenaar directeur van de Leeuwarder IJzer- en Melkfabriek. Want de Italianen weten de Duitsers te overtuigen dat deze man heel nuttig werk doet voor hun in Italië. Hij weet van het afval van melkproducten weet hij wol te maken. Althans, zover is hij bijna. Dus de Duitsers laten hem vrij. Arresteren daarna de zoon van een schoenfabrikant. Maar dan is er een vader die zich meldt bij de Duitsers in het Olburger Weeshuis bij de SD en zegt dat zijn zoon dat uit baldadigheid heeft gedaan. De Duitsers stellen de man gerust, enigszins gerust, door te zeggen, oh, zo'n vaart zal er niet lopen. Die 10 Joden komen binnenkort wel weer vrij. Ook Levison, de opperrabijn, gaat met Davids daar en al op zijn kleding ook daarheen om te pleiten. Die wordt weggestuurd. Dezelfde maand nog, dit speelt zich af in april 1944, worden nog 2 Joden geëxecuteerd, gefusilleerd. De andere 8 zijn ook nooit weer teruggekomen. Dus zo'n vaart liep het niet, werd gezegd, maar uiteindelijk ging het helemaal mis. Maar dat was een represaille vanwege het weghalen van dit kleine bordje. Ja. Goeie vraag nu wel. Die koerierster die we net zagen, dat beeldje, ja. Dat is Irma vraagt dat, heeft het ook te maken met de koeriersters voor de knokploeg? Nou ja, dat is even de vraag. Het wordt de koeriester genoemd, dat beeldje. Maar volgens mij heeft zij het ontworpen als eerbetoon aan al die vrouwen die naar buiten de stad fietsten om voedsel te halen. Maar als het echt ten aanzien is van de koeriester, ja, dan heb je het ook over de koeriersters van de knokploegen natuurlijk. Ja. En Tom vraagt zich nog af of de klokken van de Oldehove ook gevaar liepen om omgesmolten. Nou ja, dat gevaar is er wel altijd geweest. Het verhaal gaat dat de Duitsers overtuigd raakten van het verhaal dat als die klokken weggehaald zouden worden, zij ook geen uitkijk was van hadden, wat de toren zou dat niet overleven. Maar het is een mooi verhaal, maar het staat nergens op papier op. Maar ze zijn niet weggehaald. Nee. Nee. Kijk, die hadden het over die school, die Duitse Volksschule. Na 2 jaar, was ze begonnen met 38 leerlingen, was het aantal leerlingen zo groot dat ze moesten een grotere school hebben. Ook de kinderen van die lapkepoepen, als Zwijgman en Brul en Hammer,
Met tegenzin moesten die kinderen ook naar die school. Dan doet men een verzoek om de Cornetschool te gaan gebruiken. En de Cornetschool ligt op het eind van die Molenstraat. En de buurt heeft toen al die ramen ingegooid. En de politie heeft toen die Duitsers weten te overtuigen dat dat baldadigheid was. En heeft dat verder met rust gelaten. Maar daar heeft de buurt alle ramen ingegooid voordat die school dat begon. En nog weer een jaar later zijn ze naar de katholieke school in Huizen verhuisd. Maar hoe zei ze dat wie een Duitse school? Nou, het was een school voor kinderen die minimaal één Duitse ouder hadden of twee Duitse grootouders. En de echt goede leerlingen met het juiste karakter, de juiste instelling, die konden dan later nog vervolgonderwijs doen. Maar dat was niet alleen, want die moesten daarvoor bijvoorbeeld naar Heidhuizen en naar het zuiden van het land. Maar dat was dan ook alleen weggelegd voor de echt goede kinderen met inderdaad blauwe ogen en een juist karakter. Maar het was een school voor kinderen van een Duitse afkomst in wezen. Ja. Kijk, hier zie je nog een stuk van dat Vossenpark. Als je dan naar rechts gaat, die Molenstraat in waar ik het over had, dat je dan bij de Cornetschool uitkomt. Daar staat de voormalige MTS. Later wordt het HTS, maar bovenop de uitboog staat nog steeds MTS. En in Leeuwarden zijn een aantal bommen gevallen. Niet neergegooid door de Duitsers, maar vaak afkomstig van de geallieerden. Zo ook op de HTS, maar ook bijvoorbeeld op de Schrans, Julianastraat en meerdere plaatsen. En in totaal zijn er denk ik ook zo'n 20, 21 doden bijgevallen bij die bombardementen. En een van die bombardementen was hier op de MTS. Volgens de directeur toen 125.000 gulden schade. En dankzij die betonconstructie van deze school is dat gebouw gespaard gebleven. Maar dit was een van die verdwaalde bommen, waarbij de geallieerden die bommen loslieten omdat ze problemen kregen. Ze moesten de Fliegerhorst. Een beetje een dubieus verhaal, want ik heb ergens anders in de archieven ontdekt dat de Duitsers die het gebouw in 1943 in beslag namen, tegen een van de arbeiders zeiden: ben benieuwd hoe lang het duurt voordat wij gebombardeerd worden. Dus de vraag is even, was dat al inderdaad per ongeluk die bom hier op HTS, MTS? Ja. Als we het over school hebben, we hadden net ook over Duitse kinderen op scholen. En Eijman vraagt zich af, waarom kregen ze eigenlijk een eigen school, de Duitse kinderen? Nou kijk, de Duitsers, dan moet je die geschiedenis in gaan en weten waarom de Duitsers uiteindelijk het Ubervolk wilden zijn. Ja. Zij vonden dat zeker kinderen van Duitse afkomst daarmee opgeleid moesten worden, opgevoed moesten worden. Met dat principe van Übermensch. Dus een eigen school. Het was met name Ros de grote initiator tot oprichting van die school. Maar er kwamen niet zo gekke veel voor in aanmerking natuurlijk. Want je moest sowieso al een Duitse ouder hebben. Of twee Duitse grootouders. Dus er zaten wel beperkingen aan. En volgens mij kon je er ook wel aan onttrekken. Nou, dan gaan we richting Burmaniahuis. Het Burmaniahuis, waar we nu heen lopen, was in wezen het symbool voor de Leeuwarden van onderdrukking en verzet. Hoewel het er maar heel kort heeft gezeten, maar daar kom ik daar wel even op terug. We moeten even zien dat we hier oversteken. Huh?
Ja. De tijd gaat hard. Wat zei je? Die het hard niet scoft. Nee, die hard niet scoft. Nee. Ik heb nog een vraag. Ja? Misschien weet u er ook antwoord op. Ik hoop het. Christine vraagt zich, hoe gingen ze dan na de oorlog met die kinderen om die op de Duitse school hadden gezeten? Toen Nederland bevrijd werd in Leeuwarden op 15 april al. Ja, was er geen Duitse school meer natuurlijk en moesten zij weer inschuiven in het gewoon onderwijs, denk ik. Ja. Ik denk niet dat zij tot de groep behoorden die net als NSB'ers en moffenmeiden, zoals we dat noemden, daar met de nek door aangekeken werden. Daar waren ze ook veel te jong voor, het was alleen maar de basisschool natuurlijk. Het was geen vervolgonderwijs. Wat kun je die kinderen ook kwalijk nemen? Nee, maar goed, dat gebeurde wel met... landwachters, NSB'ers, moffenmeiden, daar kom ik zoveel op terug bij het politiebureau. Ja. Dat is een heel ander verhaal en daar heeft zelfs de generatie daarna en de generatie daar weer na heel veel last van gehad. Dat ze met een nek werden aangekeken. Die kinderen van die NSB'ers en die moffenmeiden. Ja. Wat een schitterend weer om te wandelen trouwens. Kijk, dit is die Torenstraat hier links waar dus die Duitsers niet doorheen mochten. Want anders kwamen ze in die boterhoek Sint-Jobslane terecht. Heeft u ook nog een verhaal over het Friese koffiehuis? Van Bunt, meneer Bunt. Ja, dat is op Willemerdijk. Ja, nee, dat verhaal vertellen we nu niet, want dan zijn we de hele week nog onderweg. Maar dat was op Willemerdijk, meneer Bunt, een van de... meest afschuwelijke figuren. Ja, meneer Bunt. Nou, hij is allemaal terug te vinden bij het historisch centrum Leeuwarden. Nee, maar goed, eigenlijk zou daar ook nog eens een wandeling van moeten komen langs die punten toe. Want... maar dit is het voormalige Birmania-huis. Ik zei al, het symbool van onderdrukking en verzet. Hoewel... het hier maar heel, heel kort heeft gezeten. Het zat dus in het Oldburgerweeshuis, de SD. Maar in Amsterdam was de SD gebombardeerd. Men was daar ook bang dat het hier zou gebeuren. Men is toen hals over de kop hierheen gegaan. Heeft een paar dagen geduurd, maar juist in die paar dagen... heeft men het gepresteerd om hier de telefoonlijnen af te tappen. En een verbinding te maken met een afluisterpost in de Oosterstraat. Heel, heel bijzonder. Men heeft eerst geprobeerd of gedacht, we doen het achter de lambrisering. Maar die Duitsers, die trokken er onmiddellijk in. Dus onder ogen van de Duitsers was dat niet te doen. Men heeft toen in de telefoons luidsprekers aangebracht en een verbinding gemaakt met die Oosterstraat. Hier heeft men bijvoorbeeld af kunnen luisteren in de Oosterstraat het martelen van die meneer die daar doodgeschoten werd bij de Prinsentuin, Petrus Woutsma. Kom, zo duidelijk kwam dat door. Maar nogmaals, maar een paar maanden heeft men gebruik gemaakt. Maar die SD, de eerste jaren, toen zij nog in het Oldburgerwees zaten, hielden zich nog aan regels, afspraken. Zij waren opgericht om mensen die zich ageerden tegen de Duitsers, op te pakken en te berechten. Later, de laatste jaren, is het als het ware een terreurorganisatie. Vreselijke toestanden, vreselijk hard optreden, met name de Rexisten. Hè. Dat was een groep politieke partij ooit in België, gelieerd aan de Italianen. Later heel groot worden, maar dan zakt het ook helemaal in. Maar dan blijven er een aantal Rexisten over. En die gaan onder andere naar het front in Rusland. Maar die paar die dan overblijven, een paar belanden die in Leeuwarden, ja, dat is echt het allergrootste tuig wat rondloopt. En nergens iets van aantrekken. De meest afschuwelijke methoden toepassen om mensen te veroren, de Rexisten.
Er was een regent, die zat hier ook. Maar even zo goed is dit het symbool van onderdrukking en verzet geworden voor de Leeuwarders. Ja, hier had je dit pand. Ja, ze gebruikten alleen maar dit pand. Dit was de Algemene Friese. Die werd verplicht om te verkassen naar de achterkant van de kantoren. En zij hebben dit voorste deel gebruikt. Maar daar schuift nog niks van. Ik denk dat ik het gebouw... Nou, nee, binnen is wel een soort monument. Er zijn wat aandenkens gekomen. En dit is die waterkist die men daar bijvoorbeeld gebruikte. Daar stopte je in, deksel dicht. En dan die waterkist is ook de scène in het museum inderdaad. Ja, ja, dat is deze waterkist die hier gebruikt werd. Maar er werden veel ergere methoden toegepast. Maar dit is onder andere die waterkist. Ja. Nee, het was alleen dit gebouw wat ze nodig hadden. Dit gebouw. Dat was ook niet zo'n grote groep. Het was onder andere die de Gen. Ja. Albrecht en Gruntman. Dat waren de drie SD'ers die hier huis hielden. En Gruntman, bij zijn arrestatie met Albrecht en Voogd, is toen verteld dat ze afgeluisterd werden. Hij ging zwaar door het plafond. Als hij dat geweten had, zei hij, dan was er van Leeuwarden niks over gebleven. Had hij Leeuwarden met een klomp gelijk gemaakt als hij dat had geweten. Kijk, die afluisterpraktijken daar in de Oosterstraat, men kon alles volgen. Ook, ja, hele bijzondere dingen, dat hij op een schoot zit met zijn secretaresse en tegen de secretaresse, oh meid, dat heb jij ook mooie borsten. En dat wordt daar allemaal afgeluisterd en genoteerd. Ja, dat pikante detail van de SD. Ja. Ja, bijvoorbeeld de overval op de gevangenis en dit gebouw en het Olderwezers. Ja, dat zijn dus de symbolen waar elke Leeuwarder het verhaal wel van kent, denk ik. Ja, we komen nu bij het politiebureau. Die heeft in de oorlog verder niet zo'n rol gespeeld. Ja, de politie zelf wel. Want na de oorlog natuurlijk, toen mensen die niet juist handelen vervolgd werden en berecht moesten worden, ja, is natuurlijk ook de politie ter sprake gekomen. Ja. Maar goed, die zat wat in een andere positie. Want die zat natuurlijk in een positie van, zeg maar, bevel is bevel. En hadden dat maar te doen wat die Duitsers wilden. Dus die zijn daar wel, denk ik, als een motor voor weggekomen, de politie. Maar toen de oorlog afgelopen was, ja, toen werd het politiebureau natuurlijk wel gebruikt of in licht gezet. Want daar werden al die moffenmeiden, ik heb daar wel foto's van. Ja, vreselijke foto's vind ik het trouwens. Waarschuwing. Nou, niet vreselijk in de zin dat je vreselijk hebt, maar de manier waarop dat gebeurde. En natuurlijk ook wel eens de verkeerde mensen werden opgepakt. Want iedereen kon iedereen aangeven. Als ik problemen had met mijn buurvrouw, kon ik rustig aangeven dat zij verkeerd was geweest. Dus dan werd ze opgebracht. En in dat opzicht vind ik het afschuwelijke foto's. Want je moet je voorstellen dat heel veel volk was toegestroomd om dat te zien als die NSB'ers en moffenmeiden hier naar dat politiebureau werden gebracht. Kijk, hier heb je een foto. Nu willen wij er tenminste ook eens om lachen. En dan zie je zo'n vrouw onder begeleiding, joelende kinderen, joelende mensen. En dat heb je hier ook met een aantal NSB'ers. Ja. Ik denk dat er minstens veel mensen daar waren als bij Cambuur de laatste tijd, die dat allemaal gingen aanschouwen. En daarom zei ik, ik vind dat vreselijke beeld, want niet iedereen blijkt achteraf ook verkeerd geweest te zijn. Ja, ze werden kaal geschoren, die vrouwen. Ja, dus dat bleef ook nog maanden zichtbaar. Ja. Ja, dit was dan de brandweerkazerne, dat was het politiebureau. Hier tegenover de Haniasteeg, daar heb je het voormalige armenhuis. Daar en daar, dat was de Haniasteeg. Die distributie van voedselbonnen, vond altijd in de beurs plaats. Maar de beurs wordt de laatste jaren dan voor andere doeleinden gebruikt. En dan verhuist die distributie van die bonnen hier naar de Haniasteeg, naar het armenhuis. Daar zijn ook foto's bij, daar zie je rijen mensen daar
staan. Maar kijk, die voedselschaarste, die was in Friesland nooit zo vreselijk groot. In het laatste jaar wel natuurlijk, niet door de Duitsers, maar ook door de geallieerden die maatregelen troffen, zodat de toevoer afgesneden werd. Dus toen, toen werd bedacht door de regering dat de voedsel, wat er nog was, moest beter verdeeld worden. Dan kreeg je bonnen en dan hingen overal aanplakbiljetten van vandaag en morgen en volgende week kunt u dat en dat op die bonnen halen. Ja. Vraagt zich nog af of die opnames bewaard zijn gebleven. Welke opnames? Die tap. Tap? Ja, bij de telefoon van het Bermaninghuis. Daar is een film van. Ja, die moet je even. Ik denk bij het Fries Filmhuis. Maar misschien heeft het Historisch Centrum ook wel. En is je ook wel te bezichtigen via internet. Maar die film is toen in opdracht gemaakt van de mensen die daar afluisterden in de Hoogstraat. Ja, die film moet er nog wel zijn. Ja. Daar moet je wat moeite voor doen. Huh? Maar namen ze dat op? Ze de kerstmeester. Nee, dat is na de oorlog zijn er opnames van. Na de oorlog hebben ze daar een film van gemaakt. Ja, want die is dan. Nee. Kijk, het ging ook mis op een gegeven moment. Want dan, ja, er worden heel veel acties worden verijdeld. En dat vinden de Duitsers natuurlijk opvallend. En dan wordt er een verband gelegd tussen het afluisteren. En dan wordt in een van de laatste afluisterpraktijken, wordt dan ook afluisterpost Oosterstraat genoemd. Dus dan gaat ook iedereen vlucht daar, of vlucht, die gaat weg, duiken onder. En op een gegeven moment komt er wel een overvalwagen, maar uiteindelijk vinden ze niks. Want zij zaten achter, net als het Anne Frankhuis, achter een soort muur. Het probleem was dat je daar niet weg kon. Dus dan hebben ze haken in muren geslagen en toch een vluchtroute weten te maken. Ja, die is, maar goed, dat was vlak voordat de SD wegging. Dat konden zij nog afluisteren. Dat zij hals over de kop vertrokken en dat ze binnen 2 uur richting Afgelijk moesten. Dus toen hebben zij zichzelf maar op koffie en gebak geprojecteerd. Toen wisten ze, zij wisten al dat de Duitsers vertrokken. Ja. Dit, dat is een mond vol. En dan heb je het over die Duitse volksschule. Maar dit was een propagandabureau, zat hier. En dat is een mond vol als het om de afkorting gaat. NSDASP. Maar het kwam erop neer dat hier propaganda werd gemaakt voor die Duitse opvattingen. Hier kon je brochures halen. Maar dat was niet zo'n succes, dus die zijn later ondergeschoven bij de NSB-club. Maar hier zat dat bureau. Ja, die foto is er wel, maar die mag niet gepubliceerd worden, want daar zit rechten op. Maar dit was dat bureau. Waar gaan we nu naartoe? We lopen hier naar Miedema. De vroegere Miedema, meubelzaak, ook een bijzonder verhaal. En dan gaan we naar Wilhelminaplein, Zeiland. Ik weet niet hoeveel tijd jullie nog hebben, maar ik heb alle tijden. Ik altijd. Ik zou zeggen inderdaad, Miedema wat u zegt en dan Zeiland. Ja, dat Zeiland, dat we daar eindigen, prima. Ja. Dat is nog wel een bijzonder verhaal daar op het Zeiland. Je moet ook wat overhouden voor de volgende stadswandeling natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar dan moet je, als je echt een hele oorlog zou willen verslaan, dan zijn we dagen onderweg. Ik zal ook wat bij doen. Hoi, wat zei je? Met ja, bijna. De man van chocolaterie in Kleine Kerkstraat. Nee, want zoals die Blokhuispoort. Ja, daar zou wel een aparte wandeling van gemaakt worden. Een virtuele wandeling, denk ik. Ja, want daar is zoveel over te vullen. Dat is wel zoiets bijzonders geweest. Want ik zag toevallig van de week op TV Friesland nog meneer Fokkema voorbij komen. De allerlaatste die daar gezeten heeft als gevangene. Vorig jaar overleden, 96 jaar. Ja.
Ja, hier had je een meubelzaak Miedema. En het bijzondere aan meneer Miedema is, die zaak zat er al sinds 1927. Hij nam in 1941 over van zijn vader. En dan zal ik even het verhaal erbij pakken. Hij heeft een dagboek bijgehouden vanaf 1940. Elke twee weken schreef hij weer een aantal verhalen op van wat er in de oorlog gebeurde. Hij woonde hierboven met zijn gezin en drie dochters. En heeft precies bijgehouden. En dat dagboek heeft hij na de oorlog uitgetikt. En dat zijn 154 pagina's A4 geworden. Indrukwekkend dagboek. Ik wil wel een stukje citeren uit zijn dagboek. Heel kort stukje. 15 april 1945. He, dat is de dag waarop Leeuwarden bevrijd werd. En dan zegt hij, om 3 uur was het al zo druk dat je over de hoofden kon lopen. En steeds meer moffenmeiden werden onder gejoel, gefluit en geschimd naar het politiebureau opgebracht. NSB'ers met het radiotoestel onderarm. NSB'ers met 2 handen omhoog in plaats van het 1. Af en toe een por in de rug krijgend van een NDS'er om het op te schieten. Opdringende mensen met wraakzuchtige gezichten, opgeheven vuisten, scheldpartijen, landverraders, collaborateurs, publiek dat schreeuwt om wraak. Hang, kreng, hang. En zo heeft hij 152 pagina's volgeschreven over de gebeurtenissen in Leeuwarden tijdens de oorlog. Is dat ergens te krijgen? Ja, dat kun je lezen op de site van HCL. Kun je vinden, dan kun je alle 152 pagina's lezen. Ik heb toen de euvele moed gehad om ze uit te printen. Nou, dat duurde een eeuwigheid, zo'n pak. Maar goed, ik heb ze gelezen. Indrukwekkend verhaal. Ja. Werden die gebouwen gewoon geannexeerd, vraag je? Ja, die werden gewoon, je werd eruit gegooid. Kijk, het Oldburgemeester is hetzelfde verhaal. De Bondspaarbank daar tegenover, later Zuivelbank, hetzelfde verhaal. Maar heel veel, maar zelfs de woningen. Ros woonde daar op, ik dacht, Troelstraweg, Spijerslaan. En had daar het Oldburgemeester als zijn onderkomen. Nee, die werden gewoon, je had maar te vertrekken. Ja, je had maar te vertrekken. Als wij toch, ja, nee, dan lopen we daar nog even heen. En dan gaan we naar het Zeiland. Wilhelminaplein officieel. Dat is, hier ben ik opgegroeid dus. Het Oldburgemeesterhuis aan de overkant, nummer 108. Dat met dat trapje ervoor. Oh nee, ik woon er wel op stand hoor, wat dat betreft. Dat is serieus, dat heb ik geen winkel. Nee, dat is het enige pand op de hele nieuwe stad wat geen winkelfunctie, horecafunctie heeft. Het is nog steeds. Daar ben je opgegroeid. Ja. Goeie herinneringen hoor. Ja. Ik kan het helemaal beschrijven. Ja, nummer 3. 3 op 108. Ja. Dat pand, daarnaast Hunke Muller, die zat er toen al. En CNA. En de rest is natuurlijk allemaal veranderd. Maar Hunke Muller, een van de oudste panden op de nieuwe stad. Daarbovenin zie je 3 van die Gouden Daalders. Dat heet ook de 3 Prinsen Daalders steeg. Die hoort ook bij het Weeshuis. Daar zie je van die daal. Maar dat is een van de alleroudste panden op de nieuwe stad. Het oudste pand, denk ik. Ja. En wat weer nog zo'n mooi tiertje toen hoe noem je dat? Oldburger Weeshuis? Alt-OBW. Oldburger Weeshuis. Maar wie is zo mooi dan? Want wij kwamen niks tekort. We hadden een biljarttafel, tennistafel. Tafeltennistafels. Ja, kortom, we hadden alles. Dus, wie kon in die tijd zeggen dat hij een douche had? Niemand. 3 douches. Wie had toilet? Niemand. Wij hadden wel 8 toiletten. Wie had centrale verwarming? Niemand. Wij hadden centrale verwarming. Ja. En binnenlijk nog meesken die je nog kennen? Jawel. Ja, er vallen wel steeds meer weg, maar ik ken er nog wel een aantal. Ja, we hebben ook nog wel eens contact. Ja. Op mijn boekpresentatie, wat hier plaatsvond, daar waren een aantal van die oud-wezen nog aanwezig. Ja. En je hoorde zien van de eerste? Nee, 1947. Kijk, toen het Weeshuis werd opgeheist door de Duitsers, vertrokken zij naar de Weert. Dat mooie huis ook met zo'n trapje ervoor. Ja. Toen kochten ze dit pand van Freule van Eysinga. Die kwam hier boven Burg te wonen. Nadat ze het huis verkocht had. En toen zijn zij in 1947 in dit huis getrokken. Dus toen ik erin kwam, waren er al een aantal kinderen. En in 1953, als het stadsweeshuis dicht gaat, komen er zo'n 7, 8 kinderen vanuit het stadsweeshuis worden hier
ingebracht. Ja. Ja. Nee, wij kwamen niks tekort. We hadden zakgeld. Hey. Kijk, wij, voor de oorlog liep je nog in speciale kleding. Je had de rode wezen en de blauwe wezen. Wij waren dan de zogenaamde rode wezen. En het stadswezen waren het blauwe wezen naar de kleur van hun uniform. Maar dat is na de oorlog allemaal afgeschaft. Zo'n vader en moeder die na de oorlog werden aangesteld, die hadden ook als opdracht een moderne opvoeding te geven. Dus wij hadden, en dan moet je je voorstellen dat ik opgroeide hier in de binnenstad met kinderen uit buurten waar alleen maar drank, geweld en waar mensen er anders bij liepen dan wij. Ik had fantastische kleding natuurlijk. Ja. Nee, daar was niks mis mee. Daar was niks mis mee. En we konden natuurlijk gaan en staan waar we wilden. Kijk, in het begin, toen ik nog op de Mulo zat, dan was dat minder prettig, want vader Bergsma, die was als vader natuurlijk altijd lid van de oudercommissie. En die wist alles van je. Die school heb ik na 2 jaar verlaten, ben ik naar de vakschool Tamel gegaan. En daar had hij geen grip op. Dus daar had ik een veel mooiere tijd. Ja. Nog even wat iemand vraagt, van, wat zit er in het voormalig weeshuis? De waddenvereniging, een aantal waddenclubs. Ah. Ja. Onder leiding van. De ingang is volgens mij aan de andere kant. Ja, voor de waddenclub wel. Die hebben ze de ingang daar. Dit is de ingang. Hier gingen wij dus ook niet naar binnen. Wij gingen ook achter binnen toe. Daar hadden we de rijwielstalling. Ja. Ja. Hier dit pand van de HEMA. Dat is natuurlijk ook een. Heb ik ook een foto van. Natuurlijk een heel bijzonder pand geweest. In de oorlog. Dat was van de firma Gerson. En de firma Gerson zat in de dameskleding. En het was een Joodse firma die dat pand dus moest verlaten. En hier kwam het GHB in. En die beheerde alle kaarten. GHB. Ja. En die beheerde al die kaartenbakken en adressen van al die Leeuwarders. Toen was er een Ilke Ronner die vond dat een aantal jaargangen verwijderd moesten worden, want ja, die leverden zoveel informatie op over die leeftijdsgroep, want die moesten natuurlijk te werk gesteld worden in Duitsland, dat die is daar weggehaald, die bak. Op een hele bijzondere manier, niet aan deze kant uiteraard, dat was nog aan de achterkant van de HEMA, daar zat de achteruitgang van Gerson. En het gekke is dat ik dat helemaal niet meer vinden kan, die foto. Ja, dit is hem. Dit is nu de HEMA. Dit was Gerson. Ze hebben die kaartenbak dus gestolen. En dat is natuurlijk bijzonder, want de SD had uitzicht op die achterkant. Alleen er was op dat moment een circus, Circus Giezen. Dus het uitzicht werd belemmerd. Maar goed, kortom, die bak is dan weggehaald. Een van de mensen is ondergedoken, is nou met een ambulance naar Zwolle gebracht. Maar het heeft toch wel een staartje gekregen, want een van de mensen, initiators, een Van der Linden, die is uiteindelijk nog opgepakt op het station. En die is op een beestachtige manier verhoord. En die wist dokter Biada Bakker, een man die ontzettend veel gedaan heeft in de oorlog voor onderduikers en voor gevangenen, verzetsmensen. Die wist te bewerkstelligen dat hij naar het ziekenhuis gebracht moest worden vanwege een ontstoken blinde darm. En die heeft een arts ingeschakeld, een chirurg, om hem te laten opereren. En heeft erbij verteld dat die blinde darm niet ontstoken was. Dus die chirurg durfde het niet. Toen heeft hij een andere chirurg ingeschakeld en die heeft hij niet verteld dat er geen blinde darmontsteking zat. Gelukkig, bij het verwijderen van die darm, vond men toch een klein ontstekingje. Dat was me goed ook, want de assistente van die chirurg was een vrouw die met een Duits was getrouwd. Dat was niet helemaal te vertrouwen. Toen heeft Krijn van der Helm Esmee van Egen daarheen gestuurd om hem te vertellen dat hij vanuit het ziekenhuis bevrijd zou worden. Want kijk, dat was natuurlijk levensgevaarlijk als die man had doorgeslagen. En dat lukte niet. Want op een gegeven moment, als het zover is, dan komt die kop boven het raam uit die zuster en begint te gillen. Dat gaat niet door. Dan weet hij hem nog 3 weken in het ziekenhuis te houden, bij de bakker. En dan moet hij terug naar de gevangenis. En daar is hij uiteindelijk samen met bewakers toch nog gevlucht en ondergedoken. Maar dat was niet het verhaal van eind goed al goed na die overval. Ja. Maar ik denk wel aan van de einde van de bereid. Ja? Nou, dat is ook wat. Ja. Dat is ook wat.
Ik ga nog wel even verder, Willem. Nee hoor, dan moeten we... Ja, nou ja, dit soort stadsvalling straks, als coronavirus voorbij is, dan worden ze weer gegeven. En we gaan nu zoveel mogelijk dit soort stadswandelingen op deze manier... Ja, missie Odenk, stadswandeling? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Dat was mijn lust in mijn leven. Ja. Okay. Ja. Er werd ook veel gevraagd, maar goed, dat vond ik op zich niet zo erg. Vooral 2018 begon het bijna op werken te lijken trouwens. Hoor. Toen was het minder leuk. Had je vandaag dat je 3 keer moest. Ik vond de vrouw ook niet zo aardig, maar goed, die tijd is gelukkig geweest. Ja. Nou, tieren dank meneer Lord. Ja, hè? Graag dien. Van dit interessante verhaal. Ja. Nou, wat zullen jullie nou jongen van? Weet ik nog niet. Vervelen, denk ik. Nee hoor, ik verveel me geen moment. Ik heb een enorme bibliotheek van Leeuwarden. Ik denk meer dan 1600 boeken, die moeten ook eens een keer geordend worden. Heel veel had ik al in de computer ingebracht, maar van de laatste jaren liggen alleen maar stapels. Waarvan ik ook nog een aantal moet lezen, dus ik lees heel veel op dit moment. En ik heb mijn postzegels uit het hok gehaald. Ik denk, nou, die moet ook maar weer eens een keer op tafel. Daar zit ook uren werken. Nee hoor, we zijn nou met z'n tweeën, we wonen groot, we wonen fantastisch aan het Dragoensplein. Ja, Edmonton Hall. Ja. Toen wij daar sleutels van kregen, heb ik ook tegen de vrouw gezegd, Edmonton ben ik geboren, daar wil ik dan ook doodgaan. Hoe lang het ook duurt, maar heel lang hoop ik. Maar het is toch wel bijzonder dat je in de Edmonton Hall woont. Ja. Nou, jullie ook succes verder. En, hand mogen we niet meer geven. Nee. Oh nee, maar ja, ik heb wel wat anders. Ik heb wel wat anders om te geven nog. Dank u wel. Ja? Dank u wel. Ja. Hij kan af.